Vastgoedmarkt in China zit in een ernstige crisis nadat een rechter in Hongkong afgelopen januari uitspraak deed en de Chinese vastgoedgigant Evergrande opdroeg al haar bezittingen te verkopen. One of China's largest real estate developers has been ordered to liquidate by a court in Hong Kong. Evergrande is the world's most indebted developer with more than 270 billion euros worth of liabilities. The order came after efforts to strike a deal with creditors failed, but the liquidation process could be complicated. Numerous authorities are involved, and there are political considerations as well. Liquidation could have a major effect on China's economy and global markets. Ja, allereerst Bart, kun je met mij uitleggen waarom dit specifieke vastgoedbedrijf dan zo belangrijk is voor die Chinese economie? Ja, nou, dit was tot voor kort de op één na grootste vastgoedontwikkelaar ter wereld. En ja, zij hebben in de afgelopen jaren ontzettend veel miljoenen woningen gebouwd, verkocht. Ja, en die vastgoedmarkt in China, die is de afgelopen 20 jaar ontzettend gegroeid. En ook inmiddels verantwoordelijk voor zo'n 25% van de interne economie. En het wegvallen of het in de problemen raken van niet alleen Evergrande, maar ook een aantal andere vastgoedreuzen in China, ja, heeft dus gigantische gevolgen en kan tot enorme problemen leiden. En dat doet het ook al. Ja, je zegt gigantische gevolgen. Is dat dan voor China of ook voor de rest van de wereld? Nou ja, het begint in China. En het zou kunnen zijn dat ze daar het nog even kunnen isoleren. Maar het heeft de kans op financieel besmettingsgevaar is bijna 100%. Ja, en je ziet dus ook al dat al die Chinezen die in China in de problemen raken, ja, dan bijvoorbeeld zeggen wij gaan niet meer winkelen bij de Louis Vuitton winkel, we kopen geen BMW meer, maar een Chinese auto. En dat huis dat wij in Amsterdam aan de gracht hadden, of in Canada of in de Verenigde Staten, of die investering in commercieel vastgoed, die moeten we nu verkopen, want ja, we hebben thuisproblemen, dus dan is het besmettingsgevaar enorm groot. Ja, dus ook voor Europa zou het flinke consequenties kunnen hebben. Nou, daar gaan we dan zo meteen nog even verder op in. Maar wat is nou precies de oorzaak van die grote financiële problemen voor Evergrande? Ja, nou ja, de oorzaak is denk ik te vinden in dat iets wat niet door kan gaan, ook niet doorgaat. En dat betekent dat iedereen in China dacht, als wij maar een huis kopen, dan zitten we goed. En daardoor zijn ook in China enorme spooksteden ontstaan. En wat wel interessant is, is die flats die je ook op de achtergrond ziet staan. Ja, die storten na een jaar of twee, drie ook gewoon weer in. Dus daar woont ook niemand. En daar maar gaat is ook dan niemand. Bij deze ook het mysterie van de spooksteden in China opgelost? Voor een groot deel wel. Want mensen kochten die woningen niet om er zelf te gaan wonen, maar echt als investering. Want een heleboel investeringen in China en ook het investeringsniveau in China was van een dusdanig niveau dat veel, ja, ik zou willen zeggen, retail-investeerders daar niet aan mee konden doen of dat niet goed begrepen. En die dachten, nou, wij kopen gewoon een woning. En er zal dan ooit op een moment wel iemand gaan wonen of we kunnen het duurder doorverkopen. Ja, die nou, dat heeft 20 jaar thuis. Dat heeft 20 jaar geduurd. Ja. Dat heeft een enorme sector opgeblazen die dus ook verantwoordelijk is voor een kwart van de interne economie. Ja, en nu blijkt dus dat na het implementeren van de zogenaamde drie rode lijnen door de Chinese overheid. De drie rode lijnen, wat is dat? Nou ja, dat heeft te maken met bijvoorbeeld financieringsgrenzen, schuldengrenzen voor vastgoedbedrijven. En door de implementatie, of eigenlijk door de verandering van de manier waarop we voortgingen, blijkt dit een heel groot tofu-drag gebouw. En dat is aan het instorten. En als dit dan zo'n grote financiële gevolgen heeft voor de gehele Chinese economie, dan zou je toch denken dat de Chinese overheid op een gegeven moment ingrijpt. Waarom is dat niet gebeurd dan? Nou ja, er zijn een aantal redenen voor te bedenken. Ik denk dat je uiteindelijk uitkomt bij als een sector een kwart van de interne economie vertegenwoordigt en je moet die sector gaan onderhouden of gaan redden, dan heb je het over een sector die niet alleen too big to fail is, maar ook too big to bail. En ja, je zet daar ook een trend mee voort, of je initieert daar een trend mee die je niet kunt laten voortgaan. Dus wat ik vermoed je daar precies mee, too big to bail?
Ik vermoed dat de Chinese overheid niet heeft ingezien wat ze deden toen ze de drie rode lijnen implementeerden. Niet weten hoeveel invloed die sector op de economie had, of niet willen zien dat dat zulke grote gevolgen kon hebben. Nou, vervolgens, als je dan ziet dat het enorme gevolgen heeft, dan zou je kunnen zeggen, nou, maar dan moeten we de sector maar redden, bijvoorbeeld door Evergrande te redden. Maar wat gebeurt er dan met al die vastgoedpartijen daaromheen? Ja, die gaan ook onderuit. Dus die moet je ook allemaal redden. En dan ben je dus eigenlijk datgene wat niet voort kan gaan, toch, dat probeer je toch voort te laten gaan. En dat moet dan op een bepaald moment stoppen. En ja, goed, dat is dus wat er gaande is in China als het gaat om vastgoed. En Evergrande is daar denk ik een heel mooi voorbeeld van. 2,5 jaar geleden ongeveer kwam ik dat tegen. En ik dacht, nou, ik duik daar toch eens in. Ja, we zien van het ene dieptepunt naar het volgende dieptepunt wat er gaande is. Ja, nou, dat heb je goed zien aankomen. Want gisteren was Evergrande dus ook volop in het nieuws vanwege dit fraudeschandaal. En de Telegraaf schreef daar het volgende over. Enorme fraude, Chinese vastgoedreus Evergrande verzon 78 miljard aan omzet. Dat stelt de beurstoezichthouder CSRC, die de schuld grotendeels neerlegt bij de voormalige topman en oprichter van het bedrijf, Yu Ka-yan. De fraude zou in 2019 en 2020 hebben plaatsgevonden, vlak voordat Evergrande in 2021 in de financiële problemen kwam. En dit gaat over een van de grootste fraudezaken ooit. Ja, hoe zal deze fraudezaak die nu aan het licht gekomen is dan de vastgoedcrisis in China verder beïnvloeden? Ja, ik denk dat ten eerste ze op zoek waren naar een kop van jut in de vorm van deze topman. Kijk, als jij vastgoed ontwikkelt en Evergrande deed dat door het voorfinancieren van de koop van land met de hypotheken van toekomstige kopers. Ja, dat spelletje, dat hebben ze heel lang vol kunnen houden. Dat, ja, je zou kunnen zeggen dat piramidespel. En ze hebben daarbij ook heel vaak zelf de waarde kunnen bepalen van vastgoed. Dus ja, of het nu ook echt om fraude gaat van 78 miljard, of dat zij heel optimistisch waren over de waarde van hun vastgoed eventueel in de toekomst, als alles ook werd gekocht. Ja, daar denk ik dat het niet alleen ook dat die waardes opgeblazen zijn, maar dat dit ook een handige out is voor bijvoorbeeld een overheid om te zeggen, ja, er is ook gefraudeerd. Tegelijkertijd is er natuurlijk sprake van een soort wensdenken over de waarde van vastgoed. Zowel particulier als ook commercieel vastgoed. En dat proces, dat zien we eigenlijk in de hele wereld. Ja, maar Amerika is in een flinke economische strijd met China. Is dat dan niet heel goed nieuws juist voor Amerika? Ja, dat zou je kunnen zeggen. Al moet ik ook weer zeggen dat heel veel Chinezen ook bijvoorbeeld Amerikaans vastgoed aankopen. Je kunt denk ik niet meer kijken naar bedrijven die naar Amerika en China als twee landen die ook helemaal niets met elkaar te maken hebben. Er zijn ontzettend veel Amerikaanse bedrijven zijn er actief in China en andersom. Dus we zitten in een wereldwijde economie, waarin dus op het moment dat het ene land er heel erg last van heeft, dat het ook de kans van overwaaien naar bijvoorbeeld Amerika, dat die kans ook heel groot is. En hoe zit het dan met Europa? Nou ja, ook in Europa, zoals ik zojuist al zei, dan ik denk ook dat bijvoorbeeld als het gaat om commercieel vastgoed en de investeringen daarin, ja, dat Europa naar de toekomst toe een ontzettend groot probleem zou kunnen gaan krijgen, als het al niet dat enorme probleem heeft. Ja, de vicepresident van de Europese Centrale Bank, Louis de Guindos, waarschuwde onlangs voor de gevolgen van een dalende markt voor dit commerciële vastgoed. But the problem is not the average. And the problem, and this happens quite often in economics, is the disparity around the average. And here, you know, there are some banks that have a higher exposure and a higher concentration in their portfolios, in their balance sheets to commercial property, to commercial real estate. And this is something that, well, we have been monitoring very closely. We have indicated several times that the exposure of the non-banks is much bigger, is larger than the exposure of the banks. So I repeat again, this is something that we have been looking at very carefully,
and is one of the main risks for financial stability at present. Ja, hij legt dus ook uit dat het inderdaad het financiële instabiliteit zou kunnen zorgen. Hoe serieus moeten we dit nemen? Ja, je kan het bijna niet bedenken. Je print met centrale banken tientallen biljoenen. Dan vervolgens heeft iedereen daar, of hebben de mensen daar beschikking over. Die stoppen dat in vastgoed. Die prijzen gaan enorm de lucht in. Vervolgens heb je een pandemie waardoor niemand meer in dat commerciële vastgoed kan komen of mag komen. Ja, en dan constateer je dat commercieel vastgoed een enorm risico vormt voor de stabiliteit van de Europese of wereldwijde economie. Ja, ik sta er niet van te kijken dat dat een enorm risico is. Ik denk genoeg ook mensen hebben er ook voor gewaarschuwd, toch? Nou ja, kijk, als ik bijvoorbeeld naar Amerika kijk, mensen moeten daar in 2024 moeten daar voor $1 biljoen aan commercieel vastgoed herfinancieren. Dat commerciële vastgoed is in sommige gevallen nog maar de helft of zelfs minder dan de helft waard van waarvoor het in de boeken staat van bijvoorbeeld regionale banken. Ja, natuurlijk zullen die banken dan op enig moment de realiteit moeten accepteren en dat vastgoed afwaarderen. En dan krijg je problemen, zowel in Amerika als ook in Europa. Ja, en in China zien we al dat bijvoorbeeld in Peking de prijs van vastgoed, ja, die zijn gewoon in een jaar tijd, bij wijze van spreken, 30-40% van hun waarde kwijtgeraakt. Denk jij dat dit ook echt een nieuwe bankencrisis veroorzaakt? Nou, we hebben al gezien ik geloof 30 januari dat de New York Community Bank in één dag tijd 42% van zijn beurswaarde verloor. En waar kwam dat door? Dat kwam door onzekerheid bij investeerders. En waar ging dat over? Commercieel vastgoed. Ja. Vastgoedleningen. Nou, inmiddels is er dan wel 1 miljard ingestoken. En dan zegt men, nou, daar kunnen we weer even mee voort. Aandeel is nog steeds 70%. Staat nog steeds 70% lager dan de laatste dag van januari. Of 30 januari. Dus is het probleem daarmee weg? Nee. Het is een klein doekje voor het bloeden geweest. Ja, en die bankencrisis, deel 2, 3, 4, 5. De kans is groot dat we die dit jaar gaan meemaken. Ja, tot slot, Bart, hoeveel zorgen moeten commercieel vastgoedbezitters zich maken? Ik zou goed kijken en een goede analyse maken over op je portefeuille. En dan goed overwegen wat je op dit moment kan doen en wat je eventueel later gedwongen moet doen. Eventueel door de bank gedwongen ook. Ja, nog tips? Diversificeer uiteraard altijd je investeringen. Dankjewel, Bart.